En de eerste is de safety car van Mercedes van het circuit Zandvoort zelf. En de tweede auto, daar zien we een hele mooie Porsche RSR Millennium 70 met achter het stuur Gijs Verlennep, dames en heren. Geef Gijs Verlennep even een hartelijk applaus. Project, een Dutchie. En een Dutchie is een prachtig 8 liter auto. Als raceauto gebouwd in Amerika en Nederland. En Frans Hamsing zit achter het stuur. De volgende, een auto uit 1938. Een auto door Fangio gereden. Een Volvi met echt met 16 cilinder, dames en heren. Dan daarachter een Alfa Romeo uit 1934, denk ik. Dan de oudste auto van allemaal. Een auto uit 1904, de naam ben ik even kwijt, maar de oudste auto die we hier hebben rondrijden. En ze vliegen allemaal met de noodruim voorbij. Dan zien we ook nog wat motorfietsen voorbij komen. Een prachtige MG, ook een MG uit de begin jaren 30. Een MG uit dezelfde periode. Ze komen al heel kort voorbij. Dan een auto, dames en heren, een hele bijzonder, een Bristol. En dat moet je niet vergeten, een hele mooie vriend. Een hele mooie zeven jaar. Een directeur Rob van Overdijk, die auto. Dan een BMW 327. Ja. Een hele mooie auto. Een Isetta BMW. Een schitterende auto. Dan een auto waar ik weet niet van kan zien. Een hele mooie Porsche 911. Dan weer een mooie MG voor de oorlog. Met een conversion op de voorkant. De andere MG ook een conversion gestuurde MG. De Citroën. Misschien kun je het hebben, maar prachtig mooi. Het Citroën, oude brandweerauto. Schitterende auto met Van Zandvoort. Met Fred achter het stuur. Dan een Formule auto. En daar kan ik het merk niet van zien. Een Tasman. Ook een hele unieke auto. Och, wat komen ze snel voorbij. Dat is echt gauw gebeurd. Dan de stap nummer 13 auto. Dan hebben we hier de medical car. Dan hebben we een DAF 33 Coupé. Ook een schitterende auto. 72 zo te zien. Een Jaguar uit 1970, een E-Type. Ook in de parcours staat. Dan een 944 uit de D86. Nog een hier 1944, ook 86. Weer een DAFje Coupé, ook een auto uit 72, een kartje, wat een prachtig kartje. En dat is een kartje met een Villiers motor erop, 1957 denk ik. En nog een Coupé DAF, een marathon DAFje, ook een prachtig auto op een later tijdstip. Volvo 340, raceauto. Dan een BMW 325i uit 1986. Daar nog een mooie Porsche 944. Een BMW 2002. Ja, 2002. Dan een auto, een Porsche uit 1955. Wolter Graafman, u kent hem wel als u in Zandvoort woont. Dag Wolter, gezellig dat je er bent. Als je ooit een auto te taxeren hebt, ga naar Wolter. Komt helemaal goed. Hij prijst hem de hemel in. Komt er helemaal top op elkaar. Wolter Graafman, met een mooie 944. BMW, dat is een M, een raceauto, tuurlijk hoort hij erbij, een prachtige M2, met ook zo rond de 500 pk, maar dat zijn wat moderne auto's, hier weer een prachtige MX-5, er zijn er gelukkig meer van, Mazda MX-5, hele mooie klasse, 325i, BMW, ook in concours staat, daar zijn er nog meer van. Prachtige 2002 BMW. Daarachter een 2002, maar dat is een turbo. En die turbo is een hele speciale auto. Daar zijn er nog heel weinig van.